Ik mag zeggen, ik zit nu bijna 40 jaar bij de brandweer, maar ik heb het nog nooit beleefd, zoiets. Ja, we gaan op de fiets inderdaad voor de komende 3 maanden. Omdat de brug eruit gaat en we met de auto niet over de noodbrug kunnen. En wel op de fiets. Is dat geen grap? Dat is zeker weten geen grap. Ook al werd die recent of kort voor 1 april gepubliceerd. Maar het is bloedserieus. Voor 3 maanden gaan we op de fiets. De brug gaat er ongeveer 3 maanden uit. En daarna dan, kunnen we weer over de nieuwe brug met de auto. Ja, na alarmering zullen we eerst hier in de kazerne omkleden. En dan op de fiets naar onze tijdelijke auto gaan aan de overzijde van de Vecht. En daar vandaan daar stappen we in en dan rukken we uit naar het incident. Heel anders dan dat we gewend zijn. Ja, normaal gesproken ga je natuurlijk naar de kazerne of met de fiets of met de auto. Je kleed je gewoon en je stapt in het voertuig. Maar nu is het omkleden op de fiets en op weg naar dit voertuig wat hier achter ons staat. Uitrukken tussen de kippen. En de koeien inderdaad. Er is al gevraagd of we rustig aan willen doen met de uitruk. Tenminste de eerste paar meter hier op het terrein. Zodat we niet meteen alle koeien en kippen in de war brengen. Maar het is een mooi avontuur op deze manier. Nou, we zijn zeer zeker nog op tijd door deze constructie. Het fietsen kost ongeveer een minuut, anderhalf minuut extra. Maar het omrijden daarentegen 6 minuten. Dus we winnen heel veel tijd door een klein stukje te fietsen en dan op een tijdelijke auto te stappen.